De Eredivisie voor vrouwen begint volgende week aan het vierde seizoen. Willem II levert ieder jaar een ploeg die meestrijdt om de landstitel. Ook dit seizoen hopen de tricolores bovenin mee te doen. De nieuwe coach van de dames, Peter Kouwmans, is onder de indruk van zijn nieuwe team. Dus ze willen beter worden, ze willen het beste zijn. En dan gaan wij als technische staf gaan wij ze daarbij proberen te helpen. We hebben redelijk wat nieuwe speelsters. Het is een groep waar veel jonge speelsters in spelen, ook een aantal ervaren spelers. Maar het is wel een groep waar potentie in zit. En wat ik nu gezien heb, denk ik wel dat we goed op weg zijn om goed mee te gaan strijden voor de landstitel. Deze groep heeft in principe veel potentie, omdat in principe kennen we onderling elkaar al. Alleen qua voetbal moeten we elkaar nog beter leren kennen, omdat het is een nieuwe trainer. Ook hij heeft weer een andere stijl. Ik denk toch dat als je het zo vergelijkt, zouden we toch, als het mee zit, zouden we toch echt wel in de top 3 kunnen meedraaien. Kouwmans is sinds eind juli de hoofdtrainer van de vrouwen. Hij tekende bij Willem II een contract voor 1 jaar. Maar waar komt deze oud-voetballer van FC Eindhoven vandaan? Een jaar of 6 geleden ben ik eigenlijk begonnen. Dan heb ik alle jeugdelftallen bij Eindhoven gehad. Beloftetrainer geweest. Assistent trainer geweest onder Ernst Faber en Mark Brijs. En dan dit jaar zeg maar de dames. Keeper Leila Baartje is een van de 5 nieuwe speelsters bij Willem II. De 20-jarige keepster heeft altijd in de hoofdklasse gespeeld, maar kiest nu voor de Eredivisie. Aangezien Turkse elftal de laatste paar maanden ook oproep heeft gedaan op mij, heb ik besloten van ik wil er toch voor gaan. En een kleine meisjesdroom toch proberen te laten uitkomen om wel je geld ermee te verdienen. Daar heb je dus een opstapje voor nodig. In Nederland is een opstapje dus wel de Eredivisieclub. En je ziet zoveel, je hebt zoveel voorbeelden van Madon Melis. En je hebt hier bijvoorbeeld Kirsten van de Ven. Die vanuit Willem II toch naar Zweden zijn gegaan, waar het geld zit, zeg maar. Karen Stevens is sinds 2008 geblesseerd aan haar schouder en onderging al 3 operaties. In 2010 hoopt ze weer terug te keren, maar het begin van de competitie komt nog te vroeg. Ja, nog niet meteen, maar de trainingen zijn nu begonnen, ook voor mij. Het is nu een kwestie van fit worden. Het klinkt heel makkelijk, maar het is zwaar, laten we zo zeggen. Over een tijdje hoop ik wel weer langzaam tussen de lijnen te komen. En dan moet het gewoon gaan gebeuren. Wat wordt jouw rol dit seizoen? Ik denk dat voor de winterstop zal er nog niet in die zin heel veel van me verwacht worden van de rol in het veld. Het is wel zo dat ik natuurlijk wel zo snel mogelijk weer wil en ik denk ook wel moet spelen. Maar ik denk dat na de winterstop, als alles weer gewoon loopt, dat ik toch wel een van de dragende speelsters ben. En dat ik toch voorop moet gaan lopen met een paar anderen. Willem II start de Eredivisie met een wedstrijd tegen ADO Den Haag op 2 september. Kouwmans kijkt uit naar het eerste duel. Ik denk dat het een leuke competitie is. Voor mij is het in ieder geval andere stadions als ik bij Eindhoven gehad heb. Dus voor mij is het ook hartstikke leuk. Vorig jaar hadden ze volgens mij 26 punten. Proberen we wat meer te halen dit jaar. De afgelopen 3 jaar was het elke keer net niet. Dus ik denk dat we ook voor onszelf wel wat recht te zetten hebben. Het is gewoon een groep, wat ik net zei, dus het potentie in en die voor elkaar wil gaan. Dat is nu al zichtbaar op de trainingen. Dus ik denk wel dat we kunnen gaan meestrijden. Ja. Heeft u zin in het seizoen? Ja. Logische vraag, maar als ik op veld sta, dan maakt het niet uit eigenlijk wat je traint. Als je maar spelers hebt die beter willen worden. En dat proef je wel bij Willem II. En aan het eind van het seizoen maar eens een keer die schaal nou eens omhoog houden? Als je die doelstelling niet hebt, dan moet je denk ik niet bij Willem II voetballen. Kijk, als je al 3 jaar bovenin meedraait en je komt hier nieuw of je bent hier al, dan daar speel je voor. En dat gaan we proberen te doen.